Mijn naam is Ben en vandaag ga ik je laten zien hoe je zelf heel eenvoudig je elektrische fiets kunt opvoeren. Je hebt hier geen technische kennis voor nodig. Het is helemaal gratis, of praktisch gratis in ieder geval. Iedereen kan dit doen. Hou er wel rekening mee dat het niet legaal is om je elektrische fiets op te voeren. Het mag niet, je mag niet op de openbare weg met een fiets die harder loopt dan 25 km/u. Daarnaast is het zo dat de fabrieksgarantie kan vervallen op het moment dat de fabrikant erachter komt dat je elektrische fiets opgevoerd hebt. En geen idee hoe het verzekering technisch zit als je een ongeluk veroorzaakt op de openbare weg met een opgevoerde elektrische fiets. Dus doe dat ook vooral niet. Je mag niet rijden op de openbare weg. Maar stel dat je in het buitenland zit of het in het buitenland wilt proberen of op eigen terrein. Dus als je het een keer wilt proberen, dan ga ik het je nu laten zien hoe het werkt. Maar het mag dus niet. Zorg ook dat je deze video even helemaal tot het einde bekijkt. Want ik heb ook nog een paar opmerkingen over deze manier van je elektrische fiets opvoeren. Maar laten we eerst aan de slag gaan. Het principe is eigenlijk heel simpel. Hier op de achtervork zie je een speed sensor zitten. Alle fietsen met middenmotor hebben deze speed sensor. En die gaan we verplaatsen, zodat de elektrische fiets niet meer precies weet hoe hard je gaat. Je brengt dus eigenlijk de computer een beetje in de war. Normaal registreert je fiets hoe hard je gaat, doordat dit magneetje langs de speed sensor gaat. We gaan dus eigenlijk een magneetje ergens anders plaatsen en de speed sensor verplaatsen, waardoor de fiets niet meer weet hoe hard je gaat. En op deze manier kun je gemakkelijk 45 km/u fietsen. Dus wat je als eerste doet is de speed sensor demonteren. Je kunt daar zeker bij een fiets met een kettingkast niet zo makkelijk bij, maar ik heb daar deze Frankenstein schroevendraaier voor. Qua gereedschap is eigenlijk het enige wat je nodig hebt een schroevendraaier en een paar tie wraps. En een klein magneetje. En waar we die voor gebruiken, dat ga ik zo laten zien. We gaan de speed sensor nu hier op de achtervork plaatsen. En dan ter hoogte van de achterkant van het pedaal. We moeten straks een nieuw magneetje monteren. Dat kan mooi hier aan de achterkant. Dus daar moet de sensor ook komen te zitten. In dit geval hebben we een klein probleempje. Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt. Alleen de trapper en de speed sensor zitten hier te dicht bij elkaar. Zoals je misschien wel kunt zien. Dus dan komt het pedaal tegen de sensor aan, dus dat kan niet. Dus in dit geval gaan we hem hieronder vastzetten. Het zou dus kunnen dat hij bij jou wel gewoon op de achtervork kan. Dat is een stuk makkelijker. Maar in dit geval gaan wij hem hier vastzetten. Dit gaan we doen met een paar tie wraps. Een stukje tape kan ook. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Zolang hij maar blijft zitten. Dan zit hij nu al mooi stevig vast. En als het goed is, precies ter hoogte van het pedaal. Dan gaan we nu een magneetje monteren. Dit magneetje is eigenlijk zo'n magneetje wat je normaal achter op je spaak vindt. Dus die vind je wel eens bij kilometertellers, maar zeker bij elektrische fietsen. Maar een ander magneetje kan ook. Hij moet wel vrij sterk zijn. Ik heb het in het verleden ook wel eens geprobeerd met een koelkastmagneetje. Maar dan kan het zijn dat het magneetje weer van je pedaal afvalt tijdens het fietsen. Dus dat is niet wenselijk. Dit is een hele krachtige. Dus die kan ik hier zo achter op het pedaal zetten. Dit is dus echt alles wat je hoeft te doen om je elektrische fiets op te voeren. Hij loopt nu met gemak 40 km/u. Als je het een keer wilt proberen voor de hobby of je hebt een oude elektrische fiets waarmee je door het land wil crossen of whatever, dan is het wel een hele grappige techniek waarmee je heel makkelijk je fiets veel sneller kunt laten lopen. Ik ben zelf absoluut geen voorstander van deze methode. Het is ongenuanceerd, je kilometerstand klopt niet meer. Dus de fiets denkt dat je 10 rijdt terwijl je in werkelijkheid misschien wel 20 rijdt. Maar het allerergste is nog dat je dat dus ook niet weet, omdat het gewoon allemaal niet meer klopt. Dus als je je elektrische fiets wil opvoeren en je wil ook dat die gewoon bruikbaar is, of het is een wat nieuwere fiets, dan zou ik dat zelf liever doen met de Speedbox. Die methode hebben we ook een filmpje over gemaakt, die is net zo illegaal als dit. Ik zou zelf überhaupt een elektrische fiets die op de openbare weg gebruikt wordt niet opvoeren. Maar als je ook wil weten hoe dat werkt, dan plaats ik even een linkje in de beschrijving. En dat is gewoon een betere manier. Dan kun je ook zelf instellen dat hij bijvoorbeeld maximaal 30 km/u gaat. Dan klopt je kilometerstand, dan klopt je
uiteindelijke kilometerstand ook, dus je totale stand klopt ook nog. Dat is bij deze techniek ook helemaal weg. Deze manier van gratis opvoeren werkt in ieder geval bij Bosch, Shimano, Yamaha en Bafang motoren. Dus volgens mij eigenlijk wel bij alle middenmotoren. Voor nu in ieder geval bedankt voor het kijken. Als je deze video leuk vindt, zorg dan even dat je abonneert op dit kanaal. En dan zie ik jullie in de volgende video.